Beste kijkers, welkom bij alweer een nieuwe kookvideo van Chef Sense. Mijn naam is Jouw, ik ben hier samen chef op Typhoon. Welkom dames en heren. Typhoon, wat voor het lekkers gaan we maken vandaag? Wij gaan vandaag een heerlijke Italiaanse pizza maken met eigengemaakte tomatensaus. Dat klinkt goed. En dit is wat we allemaal nodig hebben? Ja, als je precies weet wat er allemaal in moet zitten, kijk even hieronder in de beschrijving. Nou, dan gaan we beginnen. Yes man. Ik ga beginnen met deeg. Ja, en ik ga vast de groenten snijden voor de pizza. Wat hebben we hier voor nodig? Bloem. Bloem krijgen we op een schoon merkblad. Hier maken we een kaartje in. Bouwen uit een soort dijkje. Doe daar gist naartoe. Zout. Een beetje olijfolie. Dan gaan we er lauw warm water in schenken. Nu ga je heel rustig met twee vingers zorgen dat het deeg en het water, of de bloem en het water, zichzelf mengt. En ik ben ondertussen alvast de groentes aan het snijden voor de pizza. Door alles lekker in reepjes snijden. Ik heb vandaag rode ui, champignon, twee verschillende soorten paprika en lekker zongedroogde tomaatjes. Ik ga lekker in reepjes snijden en doen we het straks lekker over de pizza in de zin. Nou, deze is bijna klaar. Wat doe je? Je maakt er uiteindelijk een mooie bal van. In. En dan gaan we het deeg laten rijzen. Dat doen we in een kom. Dan leg je deeg in het midden van de kom neer. En dan leggen we een natte handdoek overheen. Zo kan het deeg lekker rijzen. En dan doen we voor 45 minuten. En ik ben alvast begonnen aan het snijden van de kip. Ik heb de pan alvast verwarmd. En we gaan nu de kip een klein beetje voorgaren. Zorg ervoor dat je dadelijk gewoon je kip mooi mals en sappig blijft. En natuurlijk dat die gaar is als die klaar is. Ik doe de kip gewoon lekker in de pan leggen. En die pakken we een klein beetje aan. We gebruiken vandaag de Chicken Sensation kruiden van Chef Sense. Die kruiden we mooi over de kip heen. Dat geeft nog een extra smaakje aan de kip. Het enige wat we hoeven te doen is eigenlijk de buitenkant kader van de kip. En dat is nu eigenlijk zo goed als klaar. Dus we zetten de pan gewoon uit en we laten het gewoon lekker in de pan rusten. En dan gaan we zo straks verder met het pizza deeg. Nou, het deeg is klaar. Het heeft 45 minuten gerezen. Dan haal ik de handdoek weg. Dan gaan we dadelijk het deeg heel even kneden, zodat alle korreltjes eruit gaan. Ik heb ondertussen de oven aanstaan op 225 graden. Die is nou het voorverwarmen. En allereerst gaan we wat bloem op de snijplank doen, zodat dadelijk het deeg blijft plakken. We delen mooie bloem over de snijplank. En pakken we deegbol erbij. Wat je nu gaat doen, dan kan je de korreltjes eruit kneden. Dus je duwt hem. Vouw je hem over elkaar heen en draai hem een kwartslag. En dit doe je gedurende 5 minuten. Nu gaan we deeg rustig uitrollen. Eerst even zorgen dat de deegroller goed onder de bloem zit. Dan blijft deeg niet aan de deegroller plakken. En dan rustig tot een mooie ronde pizzabodem rollen. De pizzabodem is klaar. Hij ziet er echt super mooi uit. Echt perfect rond. We hebben vandaag onze eigen gemaakte tomatensaus. En wil je precies weten hoe we dit hebben gemaakt, kijk even op ons kanaal. Ik ga nu beginnen met de tomatensaus. Die gooien we mooi in het midden. En die gaan we mooi uitwrijven. Zo.
pizza ziet er heerlijk uit, mooi rijk gevuld. Wij houden van deze pizza, maar welke pizza vinden jullie lekker? Laat het even onder in de reacties weten. Ik ga hem nu voor gedurende 15 minuten in de oven doen, op 225 graden, dan is de pizza klaar. Ik ruik de pizza al, jou? Ik ook, ik heb er zin in. Ik ga hem eruit halen. En ik knip hem vast een paar takjes basilicum. Ik ga er mooi overheen. Dus, ja. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Zo. Kijk eens aan. Geen enkele pizza tent kan hier tegenop. Nee, zeker niet. Ik doe er even wat rucolaatjes eroverheen. Mooi kleurtje erbij. En dan was het basilicum. Zo. Het is net Italië hier. Ja, dit is koud. Zo, lekker man. Heerlijk. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan een blij duimpje omhoog. Of blauw, dat mag ik natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke kookvideo's. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag hebben we nieuwe kookvideo's van Chefs Sense.